de dichter des vaderlands zit bij ons aan tafel, Ramzi Nasser. Zo, JP. Hoe voelt het om te liegen en dan te moeten zien dat het gedrukt staat? Volkenrecht? Ik ken een land dat dozen resoluties juist dankzij ons al jaren naast zich neerlegt. Dat zinnetje dat gaat over de dozen resoluties, gaat uiteraard over Israël. Ja. Die allerlei resoluties naast zich neer heeft gelegd. En omdat jij een Palestijn bent voor minstens de helft, voel je ook erg betrokken bij wat daar is gebeurd. Onze premier probeert zich eruit te redden door te zeggen, ja, maar het ging gewoon, die resoluties, daar heeft Saddam Hussein zich niet aan gehouden. En dat is wel degelijk echt een heel goede reden om een land binnen te vallen. Dan denk ik, hoe kom je erbij, hoe durf je dat te zeggen? En tegelijkertijd een land dat al tientallen resoluties, al decennia lang, hopsakee naast zich neer blijft leggen. Waarom wordt daar niet bij gezegd, laten we daar eens gaan binnenvallen? We gaan even naar Den Haag. Daar is, als het goed is, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Martijn van Dam. We hebben gisteren ook meteen gezegd, we verwachten echt een andere reactie van het kabinet. En dus ook van de minister-president. Daar is vandaag de hele dag over overlegd, maar uiteindelijk is die er gekomen. Ja, maar wat wil dat zeggen dat er de hele dag over overlegd is? Dat het niet makkelijk ging. Nee, dat begrijpen we. En wat was er niet zo makkelijk? Nou, het was een kwestie die ons natuurlijk gewoon al 7 jaar verdeeld houdt. Er is wel afgestemd over wat de premier zou zeggen, maar dat betekent niet dat Wouter Bos het daar natuurlijk mee eens zou zijn. Sterker nog, de premier heeft een aantal argumenten herhaald van het toenmalige kabinet. Nou, het mag duidelijk zijn dat wij daar nooit mee eens zijn geweest. Wat die afgelopen dagen aan het licht is gekomen, dat is dat wij eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog altijd de Verenigde Staten volgen. Daarom heeft ook Joop Scheffer, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, in 3 kwartier dat met zijn ambtenaren kunnen afrekenen. Het is vanzelfsprekend dat ze Irak zouden gaan aanvallen, dat ze dat zouden steunen. Want alle bombardementen eerder op Irak, door Engeland en de Verenigde Staten, zijn ook door Nederland altijd gesteund. En zo zijn ze van kwaad tot erger vervallen. En vervolgens heeft hij natuurlijk wel ingezien dat dat volkenrechtelijke probleem, dat een steeds groter probleem voor hem zou worden. En daarom heeft hij dus 7 jaar lang een parlementaire enquête geblokkeerd. En het volkenrecht is heel erg duidelijk. Alle volkenrechtdeskundigen zijn duidelijk over wat hier gebeurd is, dat niet kon. Als hij daar gewoon eerlijk over was geweest en had gezegd, toen heb ik die afweging gemaakt, ik lees nu commissie Davids, en ik moet toegeven, op een aantal punten hebben wij een beoordelingsfout gemaakt. En met deze coalitie gaan wij dat anders doen. Dan was er totaal niks aan de hand geweest. Wat hier aan de hand is volgens mij, anders kan ik het niet verklaren, en ik heb toch een beetje ervaring bij dit soort dingen, dat is dat zijn ego enorm in de weg zit. Hij kan niet erkennen dat het kabinet van toen gewoon een grote inschattingsfout gemaakt heeft ten behoeve van dat strategische doel steun te verlenen aan Bush. Jeff Vermassen, u bent topadvocaat in Vlaanderen. Ronald Jansen, 38 jaar, gescheiden, vader van 2 kinderen. Zijn omgeving kende hem als een vriendelijk man. Men heeft dus eerst 2 andere doden aangetroffen vorige week. En daar is de man voor gepakt. En het meisje waarvan de ouders u vertegenwoordigt, dat is 3 jaar geleden gebeurd. Hè, die bijna 3 jaar. Ja. Hoe is die moord begaan? Dat meisje kwam van een feestje terug. Een avondje stappen met vriendinnen. Waar wij vorige week vernomen hebben, zou hij gewoon iemand staan afwachten hebben, een meisje. En toevallig is zij dat geworden. En zij is dan verdwenen en is pas 4, 5 dagen later teruggevonden in het water. Ik denk dat het eerder een seksueel getint aspect is en dat die man een volledig dubbel leven heeft geleid. Want dat was dus een heel sympathieke man, een vriendelijke man. Een tegenleraar. Goede leraar. Wat is het profiel van een seriemoordenaar volgens u? U heeft er geloof ik wel 1200 moorden beschreven. Als hij die 2 mensen gedood heeft, had hij benzine bij, had een wapen. Hij verborg zijn wapens onder de grond in de tuin. Dus dat is georganiseerd. En de georganiseerde zal een normaal voorkomen hebben, zal ook normaal functioneren. Dat is ook de reden waarom sommige van die seriemoordenaars in het buitenland, in Amerika vooral, soms 300-400 mensen kunnen doden voor ze gevat worden. Daarvoor kan de leraar van ons kind zijn en hij kan diegene zijn die onze dochter 's nachts van de straat plukt en vermoordt, omdat hij met die vriendelijkheid, met die charme, is een aimabel man. Misschien vrij gemakkelijk zo'n meisje kan meenemen. We gaan eerst over een andere juridische kwestie praten. Dat doen we met Benedikt Fiek. En dat heeft te maken met Jan-Dirk Paalberg. Advocaat bent u van deze vastgoedmagnaat eigenlijk. En het nieuws is dat gisteren en vandaag er beslag is gelegd op veel van zijn bezittingen. De topcrimineel Willem Holleder. Hij zou Enstra 17 miljoen euro hebben afgeperst. En dit geld zou volgens justitie zijn witgewassen bij Parelberg. Mijn cliënt Parelberg is nog helemaal niet berecht. Die moet nog aan zijn proces moet hij nog beginnen. Juist. Voor alle duidelijkheid. Ja. Die is verdachte, die is nog niet berecht. Er is nog niets bepaald door een rechter. Het Hof acht bewezen. Het Hof heeft een
oordeel gegeven over een onderdeel van de beschuldiging. Ja, maar dat is een uitspraak. Dat is een maar niet een uitspraak in de zaak van mijn cliënt, maar alleen maar een uitspraak in de zaak van Holleder. Stel dat, dat die Paarlberg denkt, het is wel goed met het beslag. Ik ga Sven die Picasso verkopen. Nee, wat gebeurt er dan? Dan pleegt hij een strafbaar feit. Dat wil hij niet. Mijn cliënt is geen crimineel. In de afgelopen 3 jaar heeft hij de beschikking gehad over al deze goederen, waarop allemaal beslag lag, waarvan hij de bewaarder was. In de afgelopen 3 jaar is er niet één in beslag genomen goed vervreemd door mijn cliënt. Dus het is volstrekt disproportioneel om mijn cliënt op deze manier zo weg te zetten, omdat hij zaken deed met Enschede. Hij deed met iedereen zaken.